mensen, ik wil hier eventjes laten weten dat een soort van update is dit eigenlijk. Want ik wil eventjes mijn manege nu laten zien. Ik heb mijn bureau helemaal opgeruimd. En ik heb die stal erbij gemaakt. Ik heb nog een paar stalletjes erbij gemaakt. Die stal had ik al. Deze stalletjes zijn, die heb ik niet gemaakt. Die zadelkamer en alles hebben jullie al gezien. Maar deze paddock, deken, voerbak en die twee paarden zijn allemaal nieuw. De linker, de merrie, heet Jess. Dat vel heet Doerak. Ja. En ja, ik heb hier ook een koets bij gezet. Wat eten. Ik heb de hindernissen hier gezet. Ik weet niet of dat al zo was. Maar ik heb ook de Sims 4 gekocht. En ja, Bandicam, dat weet ik nog niet, nog steeds niet hoe dat werkt. Dus en dat ga ik ook niet gewoon zo met mijn tablet filmen, want dat gaat een beetje fout. Want met tablets filmen, dat is heel zwaar. Als je het in één hand moet doen tenminste. Twee handen gaat het nog wel. Maar voor de rest, ja. Oh ja, en ik kan ook wel laten zien eventjes paarden die ik getekend heb. Kinderen uit mijn klas hebben ze, als het goed is, al gezien. Dit paard heb ik al getekend. En deze, wacht, ik zal even de naam erbij zetten. Dit is Apple. Dit is Perino B. Dit is Shandy. Dit is, ja, hij is heel lelijk. Maar hij heet Stipje. Deze, die heeft nog geen naam. Dit is Bros. Die heeft stippeltjes. Volgens mij zie je dat niet zo heel goed, maar hij heet het wel. Nou, ik ga niet dichter, want dat ziet er een beetje verkeerd uit. En dit is Goosie. En dit is een IJslander. Deze heet Honey. Nu ben ik een stijgend paard aan het maken. En hier nog een zadel. Maar goed, dat waren mijn paarden dus. Ja. Voor de rest. Oh ja. Dit zijn paardensnoepjes. Dit. Dit zijn borstels. En dit zijn ook borstels. En ja, dat was het eigenlijk wel. Doei!